In de jaren 20 ontstond er een burgerinitiatief van rijke Rotterdammers die zich zorgen maakten over de ontwikkeling van de kansarme jongeren in de arbeiderswijken. Ze richtten de Arend en Zeemeel clubhuizen op. En zo is ook het wijkcentrum in Carnisse ooit begonnen. In de jaren daarna werd de verzorgingsstaat opgebouwd en weer afgebroken. Het buurthuis werd in die veranderingen meegesleurd en kwam in 2011 zelfs leeg te staan. Marlies en een aantal buurtbewoners besloten toen het pand te kraken en op eigen kracht open te houden voor de buurt. Dus eigenlijk precies zoals het buurthuis ooit begonnen was.